Ja, ik ben Danny van Oordhoek. Ik heb een eigen klusbedrijf. Ik doe eigenlijk van alles, zeg maar zo, aanbouwen of dakkapellen, deurhangen, allerlei timmerwerken. Ik heb eigenlijk altijd al in mijn achterhoofd gehad dat ik voor mezelf iets wilde gaan doen. De aannemers waar ik, zeg maar, toen werkzaam was, ja, daar ging het eigenlijk iets minder mee. En toen werd mijn idee eigenlijk alleen maar versterkt om toch voor mezelf wat te gaan doen. We zijn echt met nul begonnen en ik zeg ook we. Want dit doet echt samen met mijn vriendinnen, zijn we echt samen gestart. Zij heeft ook echt het laatste duwtje gegeven van, nou, ga het maar doen, Danny. Dus ja, zo is het eigenlijk terechtgekomen. En ja, ik zeg, we zijn echt met nul begonnen. Het is echt wat we niet weten, zeg maar, het kantoorwerk, het offertes maken, de facturen maken, de belastingaangifte. Dus ja, daar hebben we toch echt samen, zijn we daarmee gestart. Nou, voor deze regio, ja. Ik denk dat ik al wel redelijk bekend stond. Ik ben best wel bekend, zeg maar, met mijn werk. En de klanten waar ik toch eigenlijk wel het meeste kom, ja, die vinden toch wel fijn dat er toch een vertrouwd iemand over de vloer komt. Ja, de duurzaamheid. Ja, ik probeer toch zo zuinig mogelijk om te gaan met de materialen. Om te bestellen en noem maar op dat niet te veel is, simpelweg. En ja, afval zoveel mogelijk scheiden in containers. Ja, het meest trots op zijn, dat is toch eigenlijk ook wel het bedrijf aanvoeren. Het is leuk om het zelf te doen, maar ook de verschillende projecten en toch de mensen helpen. Ja, het is eigenlijk het is een enorme eer, het is de kers op de taart. Dus gewoon dat iemand of iemanden mij toch aangemeld hebben, daar ben ik zeer trots op. Ik lever zo goed mogelijk werk aan en ik denk zoveel mogelijk met de klanten mee. En ik denk dat mijn sterkste punten zijn.